ben de vlogger. Maak video's van alles en nog wat leuk is. Ik ben de vlogger. Filmt attracties en stad. Ik ben de vlogger. Is YouTuber en zal iedereen met zijn vlogs laten blij maken. Welkom bij de video van Glenn de Vlogger. Vandaag gaan we op reis naar Blankenbergen en we zijn al in totaal. Eigenlijk zijn we al heel de tijd op reis geweest, maar eigenlijk, mijn begin was ik kwijt. En daarom zoek ik nu een nieuwe oplossing voor een nieuwe video te maken. Oké, mensen, we hebben ook hier, komt erbij Hans. Hans de Vlogfans. En die is er ook weer bij, wat plezant is. En dus let's go. En we gaan de reisvlog beginnen in Plopsa. Aqua! Plopsa Aqua, hè? Ja. En we hebben dan ook s'avonds een wandeling gedaan, hè? Ja. Dat was eigenlijk wel heel fantastisch, hè? Prachtige wolken, in de verte de wolken weer gehoord. Maar het heeft niet veel gedaan van regen, hè? Ja. Gewoon fantastisch. En daar gaan we ook een keer naar kijken. Let's go!
Yo mensen, we zitten achter Plopsaqua en vandaag een dagje rustig weer gedaan. Nu zijn we een avondwandeling aan het doen. In de verte is het een beetje aan het onweer aan de overkant van de zee. Heel mooi en het heeft wel een mooi effect. Dus, kak! Kak! Ja, duik, ik stapte ver in de kaka. Dat is domme. Dat is een keer de stront op kaas. Lekker heb geinstje zeid. Ide. Nusaba, doe of doe. Oh, de bandjes zijn toe bijna. En weg. Ah ja. Ja mensen. Dus we gaan een keer een overkant filmen, hè. Let's go. Mooie mensen. De pier. Dat was toch een mooie avondwandeling, hè, Hans? Ja. Maar we hebben er nog gedaan, maar dat komt later in de video. De volgende dag, de woensdag, zijn we naar Plopsaland geweest. En dat was zeer fijn. We gaan een paar sfeerbeeldjes tonen. En de volgende keer dat we naar Plopsaland geweest zijn, gaan we een rijtje tonen. Dus nu doen we een paar sfeerbeeldjes. Whatever, de hele school starts up there. En dan gaan we zoeken kunnen zien. Ik denk dat we een leefs aanzien vindt. Wie is een leefsje? Is een leefsje? Plopsaland, een sfeerbeeld om off-rides gemaakt en alles zo. En ook on-rides gemaakt die dag, maar die vlogs kun je elkaar bekijken op Plopsaland, op mijn kanaal en op Hans' kanaal. En ik op Brothers for Life zijn kanaal toen. Dan zijn we naar Oostende geweest, de volgende dag. En dat was de garnalentocht. En daar gaan we ook een paar sfeerbeeldjes van tonen. Klopt dat, Hans? Ja. Dus let's go! De Mercator, mensen. We gaan er niet op, maar ik vind hem toch een keer. Supermooi. Supermooie boot.
Oostende, die gaan al een tocht. Ja. Ah, dat was eigenlijk wel wijs, hè. En hier, iemand dat we kennen, dat pas één. Zwaai een keer in de camera. Jo. En, en ja. We zijn dus naar Oostende geweest en gaan al een tocht. Dat was zeer fijn en mooi weer. En, dus s'avonds zijn we dan met een persoon meer naar de zonsondergang geweest, hè. Ja. Met Evelien. Een heel goede collega van ons uit ons werk. Dus, we gaan dat een keer bekijken. Vrij klein stukje. Let's go. En Evelien, wat vind je van de zonsondergang? Supermooi. Supermooi. En hij, Hans? Ook? Ja? Ja? Ja, hoor ik graag. En wat vind je het mooiste? Die kant of die kant? Ja, ja, de voorkant, waar hij nu staat. Ja, 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 ja. Het is hier een mooi plaatje dat ik gevonden heb, hè? Ja, zeker. Oké, let's go. Hans, we zijn vandaag nog verder met de dag aan het praten. Dan zijn we naar, Plopsaland geweest, hè? Ja. Dus de zondag, hè? Terug in Plopsaland, hè? Dat was superleuk. En nu ga je onderuit zien. Misschien een 3 onderuit, voor goed te doen. Ja. We gaan naar Nubis, The Ride to Happiness. En natuurlijk... De Splash. Dino Splash, inderdaad. De Dino Splash filmen. Allee, op beeld zetten nu eigenlijk. Dus veel kijkplezier, let's go. Oh,
Voilà mensen, jullie zien, we zitten weer naast elkaar. We zijn naar Popsaqua geweest, we zijn naar Plopsaland twee keer geweest. We zijn naar Oostende geweest. En ja, dit is het einde van deze reis. Jammer, Hans. Ja. En ik zou zeggen, bedankt om te kijken. Het was fijn om jullie bij ons mee te hebben. En ik zou zeggen, adios, amigos. En volg Hans de Vlogfans, Len de Vlogger. En natuurlijk, Brothers for Life Vlogs. En natuurlijk, Plopsa Staal. En ik zou zeggen nog een keer. Au. Ben de vlogger. Maak video's van alles en nog wat leuk is. Ben de vlogger.